Yo ja, mensen, Mark hier en welkom bij een video. Een heel erg lange video, mogelijk. Waar ik een niet al te lange intro doe. In deze video wil ik het heel simpel doen. De video lijkt, de titel lijkt. Op een video van Jits. Ik ga packs openen. Al mijn packs. Tot ik 98. Hij is niet futties, maar ik weet niet hoe die heet. Anyway, 98. Ronaldinho, heb voltooid. 33 squads moet je in totaal doen. Ik heb er twee uit Reflex gedaan. Dat zijn de brons en de zilver. Maar 33 squads hebben wij het op. Dus wij gaan player openen. 50k packs, 100k packs, ultimate packs. 85x10, 85x5. Het hele riedeltje. Allerlei packs. Alle goede dingen die ik krijg, ga je zien. De squads die we leveren ga je zien. En aan het einde van de dag, hebben wij Ronaldinho. Ik ga dit waarschijnlijk over meerdere dagen opnemen. En we beginnen met 3980 plus playerpicks. Dit is dan mijn eerste set van 12. En dan denk je, hier kan je geen squad meer doen. We hebben het over 92 rated squads. 91, 90, 89, 88. Die ratings zijn er niet helemaal. Daarom heb ik even gekeken in mijn club. Deze spelers indien mogelijk niet weggooien. Puur omdat ik dan nog een beetje een team eromheen kan bouwen. Dat kunnen we nog doen. Maar... Ik kan gelukkig al wel meer dan genoeg doen. Ik heb lang genoeg vanaf die season kaarten bewaard. Niet per se met een reden, maar gewoon denk van je gaat een keer iets nodig hebben. Je gaat het een keer tegenkomen. En nu is dat moment daar. We kunnen al 292 92 graded uit de club doen. En dat is belangrijk. Dat is zeer belangrijk. Dus al deze kaarten, ik weet dat je misschien bij sommigen zult denken. Waarom? Of wa 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 wat doe je? We mogen allemaal weg. Allemaal weg. Want 92 rated squads kosten ongeveer bij de 280k. En dat is veel, dames en heren. Dat is erg veel. Dus wij openen dit allemaal. Gaan we dit gewoon weg? Sorry, alles weg. Kijk hier ook, bijvoorbeeld die Galena mag weg. Rodri, unlocked mag weg. Uh, Boef natuurlijk weg. Atal, weg. Ik bedoel, ik gebruik vooral Zaha, Zaha de beste rechtspack in de game. Samen met Timothy, Ar Kimi. En dan hebben we er al twee gedaan. En dan moet ik zeggen, de eerste echt zieke player pack. is er wat mij betreft. Captain Villa wat betekent dat we misschien Wijndal niet eens gaan gebruiken. Want ja, deze kaart is fucking goed. 4-5 natuurlijk. Als je een van zijn versies hebt gebruikt, dan weet je... Dus, dit is een goede kaart die zeker in, in mijn laatste team komt. <laughs> Vrij zeker dat die kaart in mijn laatste team zit. Dus, nou, die gaan we dan niet inleveren voor een squad. Maar bijvoorbeeld die Trimmel, die je daar ziet, en die Pessina, die gaan gewoon in de squad. En ook Werner. En dan hebben we ook de volgende 92 weer klaar. Nou voel ik hem wel een beetje. Forlan gaat erin. Colo Moani ook. Wijendal dus ook, want dat kunnen we nu doen. En Goossens. want we hebben onze permanente linksback al. Dat, dat, dat schild met drie spelers uit die squad, dat lijkt een beetje dubbel. Maar Ronaldinho is de speler waarvoor je offers maakt. Dat is het enige wat ik kan zeggen. En, wederom een jackpotkaart wat mij betreft. 95 Ruben Neves. 4 ster, 5 ster. Ik ben hem een paar keer tegengekomen in Rivals. En als je bij de streams was waarbij ik live potjes deed... Kan je beamen dat <laughs> als ik tegen dit soort kaarten kom... Ik nogal emotioneel word. Dus hartstikke goede kaarten te hebben. Uh, deze leveren we niet in. Die komt 100% wel in mijn team. Want zo hebben we ook de volgende 92 rated squad. En dat betekent, dat is misschien nog wel het belangrijkste. Dat we nu al klaar zijn met de 92 rated squads. En dat betekent dat we zo van de totale prijs een miljoen eraf hebben gesnoept. En om op een gegeven moment van de dubbele Tielemans af te komen. pakken we ook deze 84 rated squad. Met waarbij ik nog de loan Ronaldinho krijg. En die kan ik zo meteen nog gebruiken bij het afronden van de Futty's Cup. met dit soort packs. Gaan we hopelijk een heel uitkomen 85 plus keer 10. En alle beetjes helpen hierbij. Dat is de mindset. Dat that, is ook gewoon zo natuurlijk. 91 graden. lamella helpt enorm. En de meeste futties zouden ook helpen. Want die kunnen we dan gewoon inleveren. Kijk. Dit lijkt best wel leuk. Maar hier kunnen we mee werken. Zo pakken we zonder al te veel moeite. Weer een 91 graden squad mee. We leveren Caio Enrique. Want we hebben geen linksback meer nodig. En Ferrari -en. En een inform in de vorm van Di Lorenzo die we straks kregen. Het zijn wel twee kaarten die op papier in dat team zouden zitten. Maar zoals je net kunt zien. Dit team kan heel snel veranderen nu. En dan weet je wat we gaan doen. Weer een 85 plus keer 10. Hopelijk weer een squad hier omheen bouwen. Dus alles is welkom. Het uh, aantal is goed. Een 89. Hopelijk iets hogers erachter. Want dan kunnen we een goede squad doen. Uh, een inform. Een goede inform. Een 91. Q weet is dat die bestond nog. 92 shotten. Kijk. Hier kunnen we mee werken. Ik weet dat ik misschien overdrijf in jullie ogen, maar geloof me, dit werkt. Zo doen we ook een 91-rated squad en ik weet dat dit voelt als heiligschennis die zorgen mensen in ogen, maar mensen... Ik bedoel, ik had het erover op stream, ik hou niet van die Mbappé-kaart in dit stadium en de game is de game, dus we moeten gewoon door. En om ook die kleine duplicates te fixen hebben we hier een 87-rated squad gedaan met Informal Panda. En nu moet ik weer even wat playerpicks doen, dan heb ik dus voor de formaliteit nog even 42 playerpicks door ingehaald, allemaal rare goals, tot en met 80-rated. En als dus je gewoon kijkt hoe goed deze playerpicks zijn. Dit zijn allemaal 80 plus playerpicks. Like op deze manier kan denk ik iedereen Dino doen. Toch je moet golds hebben en indirect ook coins en zo. Maar ik bedoel meer van, als je ziet hoe goed die 80 plus playerpick is. Dan vraag ik me ten eerste af waarom iemand ooit die 81 plus zou doen. En met die fodder toveren we ook weer een 91 rated squad voor elkaar. Wat ons weer een hele berg coins scheelt vooral. Ik heb net gewoon een pack met 93 plus duld, maar we krijgen een 93 rated Kluivert. Kunnen we geen cup mee. Maar wel echt een van de betere volle kaarten. Zo pakken we ook nog even om het tempo erin te houden weer een 87 graded squad mee waar een AC Milan speler in moest. Dat zijn, dat zijn van die specifieke dingen van die kaarten die je misschien niet per se hebt. Tenzij bijvoorbeeld Team of the Air Hernandez of Team of the Season Donali is. Maar tegelijkertijd wil je ook geen Team of the Season lever als het niet hoeft. Oké, okay, 5 keer 85 plus een iets spannender pick dan de gemiddelde dubbele 83 plus die ik net heb gedaan. Het is wel een future star up dus op papier moeten we hem skippen. Maar het is goed materiaal. Het, het redt het een beetje. En zo doen we de volgende 91 graden squad. Ja, doen we hier St. Justin. Dat lijkt zonde, maar ik bedoel meer van als ik kijk naar mijn team en wat ik ga hebben, dan is die hooguit een wissel. En wissels kun je missen. Lijkt, spelers die geen basis staan zijn fodder. Dan weer 5 keer 85 plus. Hopelijk dat dit weer zorgt dat we tenminste 1. Nou, het is malen waarschijnlijk, zeker. Ah, malen. 87 is die maar. Dat is, maar het, kan, het kan erachter zitten. Het kan erachter zitten. Dat is waar het om gaat. Niet de beste. Kunnen ermee werken, maar niet de beste. Zo doen we met die dubbele trend en Mickey van der Ven weer een 87-reddit-team met een Barcelona-speler in. Dat is dan wel Christensen. want anders werd het in de season. En again, onthoud dat. Moet je niet te veel inleveren. Vijf keer 85-plus dan weer. Dat zijn de squad-packs, om het zomaar te noemen haast. Fit birthday. Duits, Muller. Dat is prima. Dat is 91. En wie Heb ik ook een paar miljoen keer gehad onderhand. Maar... Alle beetjes helpen. Of het nou een squad is van 100k, 150k, 250k. I don't really care. Like, alles, alles moet weg. Like, ik klink net een winkel die failliet gaat. Maar alles moet weg. Uh, hopelijk is dat Lamelle. Dat zou welkom zijn. Anders Martial. Het, het is helaas Miranda. Zo pakken we ook weer een 88 rated squad mee. Met gewoon wat spelers die we uit zo'n pack krijgen. Waarvan je denkt, het is niet super handig. Maar alle beetjes Like, we, we, zitten, we, we komen in de buurt nu. 5x85 plus dan weer. Ik bedoel, je kent het riddeltje onderhand. We doen een pack, we doen een squad. En hopelijk gaan we op die manier door. Het zou fijn zijn als het weer Muller is. Het is Andre Onana en dat is 88. Uh, dat zal niet de beste squad worden dan. Maar alsnog. En zo hebben we ook weer een 88 rated squad. Het wordt wel een beetje moeilijk met informs nu. Want mijn informs zijn 84. En team met team of seasons wil ik bewaren voor mijn 90 rated teams. Maar we doen wat we doen. 5x85 plus dan. Hetzelfde verhaal, hetzelfde concept. Gaan we kijken of we nu iets kunnen krijgen waar we een mm, gold... Dat betekent dat er dus niks achter gaat zitten wat ik denk. Holy shit, dat is. Nou, nah, to be fair, deze twee zijn goed. Die twee zijn goed. Plus, we hebben geen dubbelen, dus we kunnen er gelijk nog een mee pakken. Wat onze garantie geeft om een betere squad. En hoe dichter bij hem, hoe beter we dichter bij Ronaldinho. En dan kan ik eindelijk gewoon FIFA spelen zoals het gespeeld hoort te worden: Namelijk sweaty goals met Ronaldinho. Dit is for Birthday. Laat het Muller zijn. Laat het, alsjeblieft gewoon Muller zijn. Sinchenko ook? Nee, Kook. Oh, Oké, okay, natuurlijk, maar je snapt wat ik bedoel. Zo, doen we ook met dat packie. Weliswaar met, you know, twee icons erin, maar dat maakt niet echt uit. Weer een 91 graded swap, dat betekent dat we ook met die set nu klaar zijn. Dus nu komen we de 90 graded en lager. En ik krijg een dubbele, dubbele Ruben Neves, tradable. Dus, uh, ik bedoel, een handige kaart. <laughs> Het gaat ons coins geven die we mogelijk nog nodig gaan hebben. Want we zullen waarschijnlijk maar een paar squads moeten kopen straks. En omdat ik geen domme special cards in wilde leveren, leveren we dit ding Koop ik een Oblak voor 15k. Uh, en dan kunnen we hiermee een 88 graded squad doen met die dubbele Malen en Muta. En dan zijn we weer een stapje dichterbij. Als in we moeten nu nog 15 squads en het gaat gewoon lukken ook. En wat ook zeker belangrijk is bij het grinden van Discord, en het doel van al discord Pack... is vooral gewoon het kijken: van, oké, okay, kan ik hier wel echt wat mee? Wat gelukkig, kijk, we hebben nog steeds niet die 85 x 10 En eerlijk, ik twijfel op dit punt ook of we dat gaan krijgen. Maar het is wel gewoon de moeite waard om te kijken, want kaarten zoals die Tilman, kaarten zoals 86 Road to the Final Force bijvoorbeeld. Daar kunnen de meeste squads van Ronaldinho bijvoorbeeld niet mee doen. Daar heb je gewoon bar bijna gaan. Je kunt aanvullen, sure, maar dan moet je dat met hoge rated kaarten doen die je beter voor andere squads kunt gebruiken. Dus wat je dan beter kunt doen. Want je, je kunt hem drie keer per dag doen op dit moment. Doe die 85 plus keer 10. Of doe een andere SPC. Maar eerlijk, en, sowieso gooi geen kaarten weg. Ik bedoel, als ik één ding heb geleerd. En dat zal ik vergeten om te zeggen tijdens een live deel van deze video. Is er gewoon het recyclen van die kaarten. Want ik dacht eerst altijd toen mensen tegen mij zeiden. Het Doe niet zo saai. Het, doet niet zo... Want het, het duurt lang. Het duurt best wel lang soms. Maar eerlijk, het is het wel gewoon waard. Want je krijgt soms packs waarvan je denkt: Oh, sick. Weet je wel hier echt goed? Dan krijg je zo'n 92 finny Maar soms krijg je ook kaarten waarvan je denkt: Ja, dan is je hoogste Dan opeens 89 TS of 87 malen. Lauriente is ook nog zo'n kaart. Daar kun je op zich niet te veel mee. Maar als je gewoon kijkt: Oké, okay, dit kunnen we hiermee doen. Of zo kunnen we het een beetje indelen. Kun je met zelfs met de slechte packs op papier nog wel ver komen. Want dit zijn, van die, uh, dit zijn de SBC's. Waar die footchamps kaart eigenlijk van pas komen. Dan weet ik dat het zonde lijkt om hier Marquinhos weg te gooien. Maar ik heb en nog September Season kaart. En ik heb meerdere Basilianen. Dus het is meer zoiets van chemistry voor Neymar. Als we die nog gebruiken. Dan komt dat wel goed. En dan denk je als waarom zou je Neymar niet gebruiken. Uh, het ding met Neymar is een beetje hij heeft geen fysiek. En dat kan best wel vervelend zijn. Oh, vervelend. Irritant. Dit is net hoe je het wenst te verwoorden. Anyway, hij is af en toe vervelend. Hij is geweldig in elk ander opzicht. Maar hij is wel heel zwak. Dus af en toe kopen we een speler. Zie daar een mode reach. En ik geloof later kopen we ook nog hier en daar een speler. Op het moment dat ik dit zeg, zitten wij nog boven de 1 miljoen coins. Gaan we daar nog onderduiken? Mogelijk wel. Ik weet dat ik heiligschennis pleeg. In de ogen van sommigen, door daar bijvoorbeeld een pettig check weg te doen. Uh, maar dit het is, het is niet mijn kaart. Ik weet dat hij goed is. Hij is objectief gezien gewoon goed voor deze game. Zeker op next gen. Maar het is gewoon niet mijn kaart. Het is niet de kaart die ik in mijn team wil. Het is niet de kaart die ik erin wil brengen. Uh, het is gewoon niet mijn kaart. That's it. Einde van de ding niet meer en niet minder. Ik koop hier een 91 figuur voor 21.500 coins. Zo goedkoop de goedkoopste 91 figuur die ik kon vinden op dat moment. Ik pak er meer een 85 keer 10 mee. En het ding is, ook die geraken een keer op. Lijkt, dat gaat gewoon een keer gebeuren. Dan moet je kijken van, oké, okay, waar gaan we de kaart nog vandaan kunnen. We, zonder dat je elke keer packs opent. Waaruit je bijvoorbeeld, uh, hoe heet die kaart? links linksachter van Real Madrid. Of technisch gezien een andere club nog. Weet je, die laag 50. Frank Garcia, dat is de naam. Lauriente wil je eigenlijk ook niet hebben als je nog... Ik moet nog 589 meter squat doen. En we gaan het gewoon doen. Het maakt niet uit hoe... Maar we gaan het afronden. En heerlijk is ook gewoon dat je nu weet, omdat we nog maar 5 squads moeten, het einde nadert. En om wat extra coins te verdienen, een klein beetje, heb ik mijn nutteloze in verkocht. Dus 81 en lager, stuk voor stuk. Ja, de makkelijkste coins die je gaat verdienen in dit stadium van de game zitten we op 1,27 miljoen. We zitten op 5 squads, we hebben er 2 daarvan al ready staan. Uh, we gaan grote dingen inleveren, is het enige wat ik kan zeggen. Ik bedoel, sommige dingen zullen onlogisch zijn dat ik ze inlever, maar we doen het toch. De eerste 89 Gradle Squad is niet heel gek. Ja, de bruine misschien wel. Ik heb een aantal wedstrijden gebruikt. Uh, goede kaart. Ik vind ook wat Potter werd natuurlijk. Hij heeft betere stats dan hij misschien zo laat zien. Maar wat ik op stream ook vaak aangeef, ik weet te veel. Je kunt het ook zien op stream. Maar dat is niet helemaal mijn kaart. Hij is iets te stif voor dit tijdstip van de game, als je dat begrijpt. Um, hij, hij dribbelt gewoon niet heel soepel. En er zijn zoveel goede kaarten dat ik denk, we well, laten die kaart gewoon gaan. Ben ik niet de moeilijkste in. Maar de andere 89, bovendien wel iets waarvan mensen denk ik zeggen, waarom zou je dit inleveren? Uh, via raam die we. Twee weken geleden gehaald hebben. Misschien drie. Uh, maar zo doen we het nog een 89. Uh, we droppen wat folder voor ook lager rated special cards. Waar we eigenlijk verder niks mee kunnen. Moeten we dus nog drie squads. En ik heb nog een paar packs die enorm kunnen helpen. Zo heb ik bijvoorbeeld nog deze Roberto Carlos Coverstar Icon Loan Pack. Uh, die iedereen al opende toen je hem kreeg. Maar ik kon er toen niet bij. Uh, dus wat we nu krijgen is allemaal welkom. Bruno Guimarães hebben we net ingeleverd. Dus die gaat hartstikke helpen. Zometeen. Dit is een 10x85 plus. Uh, en het is een goeie, in mijn ogen. Kijk, die Carlos doe ik niks mee. Ik heb mijn hele club gedumpt qua loans. Zodat dus ik die niet meer tegen hoef te komen. Uh, maar dit, dit gaat super zijn. Want hier gaan we nog een 89 squad toe doen. Dat scheelt mij weer coins. En die coins kan ik jou weer gebruiken voor de volgende banger SBC die komt. Uh, welke dat wordt, geen idee. Maar ik, ik zet mijn geld erop in dat het wel gebeurt. Want zo hebben we dus ook weer een 89 rated team gedaan. En we komen heel erg dichtbij nu. En ik moet zeggen, like, dit, soort, dit, aan, dit soort aantallen qua squads is niet... Like, je doet het niet voor je lol. Like, je doet het voor het einddoel. Dan heb ik ook nog van een eerdere SBC. Een 92-plus aanvaller. Moeten we ook gewoon meepakken, natuurlijk. Ik bedoel, Trophy Titans. Italiaans. Del Piero. 95. Dat is fucking flink. Het is echt een heel erg goede kaart. Serieus, uitstekende kaart. Maar niet een kaart die we gebruiken. En dan hebben we ook deze nog. Van een rank 3 of rank 4 finishing. Ik denk rank 3, want dat is tradable. Uh, dus, ja, Shapeshifter Mares. Ik weet niet of die nog wat waard is. Het zou best nog wel kunnen eigenlijk. Uh, zo, behoorlijk ook. Oké, okay, nou die gaat dus gewoon gelijk verkocht worden zometeen. Dan nog Bremer en Benasser. Die gaan we inleveren gelijk. En zo hebben we dus ook weer een 89 rating. Hoef ik niet eens met Del Piero in te leveren. Uh, waar ik stiekem een klein beetje wel blij om ben. Uh, ik kan nog kijken of we een enkele 84 kunnen gebruiken. Voor bijvoorbeeld een van die... Of ze worden te besparen. Klein antwoord, dat kan niet. Dus leveren we hier de ene na laatste... 89 graded squad. Dan heb ik hier nog een drie tradable 3-speler pack van een eerdere rang 3-finish. Het zal geen mares zijn, dit keer. Um, het is Medina, wat een best goede kaart was in-game, maar die zou waarschijnlijk niemand gebruikt hebben. Ga... <laughs> laatste squad. En dan gaan we dit inleveren voor de laatste squad van Ronaldinho. Is Di Lorenzo de enige tradable kaart? Uh, maar ik heb geen andere 92 graded. En eerlijk gezegd, maakt hem ook niet. Enigszins uit. Dat niet eens een klein beetje. Want. De laatste squad: 33 squads. Voor Cover Star Icon Ronaldinho. Zonder eigenlijk coins uit te geven. Oké, okay, technisch gezien wel. Maar we hebben het erover niet met Informs. Dus zeg dat hoe je dit wilt. Maar we gaan die animatie lekker laten lopen. We gaan die kaart gebruiken. Ik ga het proberen naar mijn zin te hebben. Dat doen we op video. Ik zal laten zien hoe die kaart speelt. Uh, op stream gaan we hem natuurlijk gebruiken. En uh, gewoon in het kader van: kijk, als je dit. Dit stadium deze kaart hebt. Dan moet je gewoon proberen het naar je zin te hebben. 5-5, gruwelijke kaart natuurlijk. Uh, we gaan zien wat we ermee kunnen doen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie hem ook kunnen unlocken. Zij het nu, dan wel de komende weken. En dan uh, checken jullie bij de volgende video. joe.